welkom, dames en heren, in dit prachtige theater. Weken, zo niet maanden, is naar dit moment toegeleefd. Ontvang ze met een groot applaus. De vrienden van Jan Smit. Ja, kijk, natuurlijk, we zijn wel vrienden van Jan Smit, maar we hadden toen ook een eigen naam. En juist die naam probeerden wij groot te maken. Jan die had ons echt een unieke kans geboden, want wij mochten in 2005 in zijn Real Life Soap Gewoon Jan Smit een paar keer ons gezicht laten zien. En zo werden wij voorgesteld aan het Nederlands publiek. Maar op een gegeven moment was het ook zo dat we inderdaad uit die schaduw moesten stappen om die eigen naam op te bouwen. Anders werden we ondergesneeuwd. Zo gebeurde dat we een paar maanden onderweg waren en we traden op in Rode. Dat ligt in de buurt van Groningen. In 2006 was iemand erbij toevallig. Kan dat je die net even oversloeg. Maar dat was een van de eerste optredens waar het echt helemaal los ging. Dus er konden 800 mensen in die zaal, die zaten er ook in. Het was helemaal uitverkocht. En we hebben die hele zaal helemaal plat gespeeld. Mensen zongen woord voor woord elk liedje mee. En na dat optreden liepen we echt super trots, vol adrenaline en enthousiast naar buiten. Langs onze poster. En na honderden optredens kondigden de organisatoren ons nog steeds aan met zo'n poster. Ja, en dan ga ik graag nog een stapje verder. Ik denk dat dit soort dingen de oorzaak zijn geweest dat mensen ons tot op de dag van vandaag nog altijd door elkaar halen. Van wie is nou wie? Dat is Nick. Dat is Simon. Dit is Simon. Ik denk dat die linker Nick is en de rechter Simon. Dat is Simon. Niks met korte aanlaan, Simon is met mijn lange. Nick, hey. Oh, je bent just met hem. Nick is die lange, Simon is die kleinere met dat platte haar. Dus van de een op de andere dag stonden wij voor heel Nederland bekend als de vrienden van Jan Smit. Wat voor ons best wel gek aanvoelde, want destijds hadden wij er al 6 jaar op zitten, weliswaar op amateurniveau, als Nick en Simon. Want dat begon allemaal op de middelbare school al. Begin december benaderde een leraar ons of wij iets wilden doen tijdens de kerstviering die eraan zat te komen. En uiteraard kozen wij ervoor om die avond een liedje ten gehoor te brengen. En op de avond van de kerstviering zaten wij allebei precies zo. Dus allebei op een kruk, met allebei een gitaar. Lichtelijk aangeschoten. Maar vooral heel zenuwachtig, want het was echt ten overstaan van de hele middelbare school. Wat echt wel spannend was. We speelden dit nummer. I'm so confused. All my roads, they lead to you. I just can't turn and walk away. It's hard to say what it is I see in you. Wonder if I'll always be with you. Words can't say and I can't do enough to prove it's all for you. Finally I figured out, but it took a long, long time. Now there's a turnabout, maybe 'cause I'm trying. There's been times I'm so confused, and all my roads they lead to you. I just can't turn and walk away. It's hard to say what it is I see in you. Wonder if I'll always be with you. Words can't say I can't do enough to prove it's all for you. It's hard to say what it is I see in you. Wonder if I'll always be
Ja, en ik wist toen genoeg. Dit was voor mij de vonk. De vonk die het vuur deed opblaaien. Een vuur dat nooit meer zou doven. We zouden van Volendam naar de rest van Nederland, naar België, Europa en uiteindelijk... Ja, we hadden gewoon één liedje gespeeld. Ja, oké, maar dat gevoel was er. Dat klopt enigszins wel. Ik weet niet wat het was die avond van die kerstviering. Het lag niet aan onze zang. Die was niet heel zuiver die avond. Maar het kwam meer door de reactie van het publiek. Er gebeurde die avond iets. Het was een soort magisch moment waardoor wij in één klap in de ban waren van het maken van muziek. En heel voorzichtig begonnen we ook al onze eigen liedjes te schrijven. Ja, maar ja, hoe moet dat? We hadden nog nooit ergens een boek gelezen waarin echt stap voor stap stond uitgelegd van ja, zo schrijf je een goed liedje. Laat staan, zo schrijf je een hit. Een van mijn eerste probeersels ging zo. Everything you are that made me come so far, but I don't know where I'm coming to. You, as your soft skin tenderly warms, I'm lying in your arms. I've lost my dreams, they've all come true. If I'm lying here forever, I'll never leave until you're letting go. Oh no, I won't. You are my everything. I love you so, and I won't make it if you let me go. Saying stupid words is all have led to this. Our love is all there is. It shows us where we're going to. If we're dancing here forever, I'll never stop until you're letting go. Oh no, I Ik zit dus nu te wachten op dat gesprek, maar ik vind het wel erg heftig, hoor. Ja, ik weet het. Ik kom er net vandaan uitgeschreven wel. Nou ja, hou me even op de hoogte. Yo. Ja, zo zat ik dus in de wachtkamer van de decaan van de Universiteit van Amsterdam. Omdat ik dus genoodzaakt was aan haar te gaan vertellen dat ik moest stoppen met mijn opleiding. En het frappante was, Simon die was op die dag ergens anders in Amsterdam exact hetzelfde aan het doen bij zijn opleiding. Want wij hadden, voor we het wisten, 70, 80 optredens in onze agenda staan. En er was gewoon geen tijd meer om colleges te volgen. Te studeren voor tentamens of om naar die tentamens toe te gaan. En dat was een hele rare dag. Begrijp me niet verkeerd, als je mij in de kleuterklas vroeg, wat wil jij laten worden? Dan was het antwoord al zanger. Maar ik zat ook al vanaf diezelfde kleuterklas op school. En dat was toch altijd wel een soort van zekerheid geweest. En die dag voelde het echt alsof ik het vangnet aan het doorknippen was. Alsof ik alles overboord gooide. Die dag voelde fantastisch. Nee, maar echt, want dit was wat we wilden. Dit was de bekende jongensdroom. Dit zou één groot avontuur gaan worden. Ja, avontuur. Zonder enige zekerheid. Want op dat moment, er was nog geen plaatcontract ondertekend. We hadden nog geen album, nog geen single uit. Helemaal niks eigenlijk.
Het enige wat we op dat moment hadden was een zelfgemaakte demootje. Oh ja, van dat liedje met dat lullig intro van je. Dat. Ja. Dank je. Misschien dat het bij de echte kenners wel bekend voorkomt. Dat ging zo. Hij werd uitgezonden naar Nederland, naar het verre land, waar het zo gevaarlijk is. En daar zag daar zijn geliefde meid, die de brieven krijgt van een jongen die zijn wind is. Ja, dat lullige introotje dus. Nou, kijk, achteraf is het wel makkelijk praten, want we weten dat het allemaal goed gekomen is met dat liedje. Maar nee, het was echt serieus, ja, voor mij althans, één grote sprong in het diepe die we maakten. En dat vond ik best wel eng. Ja. Het enige wat we wisten, het enige wat we eigenlijk hadden op dat moment, en waar we ons echt met beide handen aan vastklampten ook, was heel veel hoop. Ja, en heel veel schuld ook. Nee, maar echt, Nick vertelde net dat we gestopt waren met die studie. Dus de jarenlange studiefinanciering werd in één klap omgezet tot een schuld. En ik had een goede studiefinanciering. En, maar het was niet alleen die studiefinanciering, want we hadden immers ook opeens al die optredens staan. En daar ga je niet naartoe op de fiets. Dus we kochten samen. Dat was dan wel schattig. We kochten samen een auto. Bij de Skoda dealer. Dus niet bij de Mercedes en Renault. Of, ja, het wordt een DVD, dus dan moet je opeens al die merken gaan noemen. Maar we liepen binnen en ik pakte niks in hand. Ik zeg, hallo. Kom hier een auto kopen? Dat deed hij dus gewoon echt. Ja. Maar goed, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat zonder enige zekerheid hadden we nogal wat financiële tegenvallers in die periode. Inmiddels, en dat was voor ons al echt een hele grote stap, waren we wel eindelijk uit wat onze eerste single zou worden. Dat was dit nummer. Radeloos en badend in het zweet heb ik gevonden wat ik zocht. Hopeloos verloren, want ik weet, ik ben aan Amsterdam verkocht. Steeds hetzelfde beeld, maar geen moment dat het verveelt. Nederland zou moeten weten wat zich in Amsterdam afspeelt. Steeds weer zie ik je lopen. Maar als ik mijn ogen open, zie ik je niet. Steeds weer durf ik te wedden dat jij me zult redden van mij. Verdriet. Ik wil je weer ontmoeten.
plotseling de wekker mij vertelt dat het weer tijd is om te gaan. Steeds hetzelfde beeld, maar geen moment dat het verveelt. En ik zou je willen zeggen wat ze in mijn hoofd afspeelt. Steeds weer. Het probleem is dat er uit Volendam heel weinig idolen komen. Heel veel muzikaal talent in Volendam, maar het probleem is dat er uit Volendam heel weinig idolen komen. Volkomen kansloos, die opmerking van destijds. Ja, daar zaten we toch een beetje mee in onze maag. We kwamen uit Volendam. En uit Volendam komen geen idolen. Nee, dus ja, hoe moesten we dat aanpakken? We moesten credible worden. Dat was opeens het woord wat overal opdook, credibility. Kijk, artiesten of bands die echt als doel hebben om credible over te komen, die proberen heel vaak op een krampachtige manier alle commerciële aspecten aan het vak volledig te vermijden, terwijl ik juist vind, ja, die aspecten zijn de manier om de gewenste massa te bereiken. En tegelijkertijd proberen ze dan heel, ja, geforceerd, heel geloofwaardig over te komen. Maar dat heeft dan eigenlijk bij mij vaak tot resultaat dat ik die mensen dan juist ongeloofwaardig lijk te vinden. Nou ja, kortom, het was heel vermoeiend allemaal. Wij waren liever incredible. Hoi. Ja, welke weg we ook zouden bewandelen, hij zou altijd gepaard gaan met vallen en opstaan. Ik kijk je aan, maar blik staat op oneindig. Ik hoor je wel, maar het luistert niet zo nauw. De twijfels grijpen me naar de keel. Zeg me alsjeblieft, wat moet ik nou? Als geheel onverwacht al je dromen uitkomen, maar je wordt door de wekker gestoord. Laat jou dat dan weerhouden van het geloof dat je droom wordt verhoord. Begin deze dag niet zo teleurgesteld, maar onthoud dan juist goed wat de nacht heeft verteld. Wie ben jij in dit leven om je droom op te geven? Jij.
krant van vandaag die van morgen zou zijn. Zou jij dan die krant openslaan? Om dan stiekem te lezen of je dromen van morgen doorgaan. Maar wees dan vandaag niet zo teleurgesteld, omdat de kranten van morgen je hebben verteld. Wie ben jij in dit leven? Ik heb dus nog nooit een vallende ster gezien. Ja, Bill Cosby. Maar in planetenwereld, dat is eigenlijk wat ik bedoel. In planetenwereld heb ik nog nooit een vallende ster gezien. En ik heb tot vrij recent geloofd in één groot complot. Dat er massaal was afgesproken, laat Simon lekker in die waan. Maar toen we deze tour zijn begonnen, wilde ik het weten ook. Toen heb ik gewoon bij elke zaal waar we speelden, overal heb ik aan de aanwezigen gevraagd of er net als ik nog meer mensen aanwezig waren die nog nooit een vallende ster hadden gezien. En wat mij dan wel gerust heeft gesteld, is het feit dat in elke zaal wel 20, 30 handen de lucht in gingen. Dus, lieve mensen, ook hier in Amsterdam, ja, wat ik al zeg, ik heb het overal gevraagd, ben ik benieuwd. Wie van jullie heeft nog nooit een vallende ster gezien? Hè? Dat is gewoon bijna de halve zaal. Ze vallen hier gewoon heel weinig. Dan nou, ik zou best graag een vallende ster willen zien. Ik ben best benieuwd hoe dat er dan uitziet, weet je wel? Want dan mag je een wens toch ook doen. Dat is de link, hè? Vallende ster, wens. Lijkt me te gek. Even benieuwd. Heb jij wel eens een vallende ster gezien? Ja? Hi. Hoe heet jij? Mandy. Ik ben Simon. Ja, je hebt zelf het filmpje gezien. Je kan niet duidelijk genoeg zijn. Mandy, je zag een vallende ster. En deed je toen ook een wens? Niet? Niet. Dat snap ik niet. Wat ben jij raar. Ja, sorry. Als je nou een vallende ster ziet, je kan het op zijn minst doen. Of je erin gelooft, dat is een tweede, weet je wel. Ik had altijd gehoopt op een vallende ster. Omdat ik één vurig verlangen had vroeger. En dat was een platencontract. Een platencontract. Dat zeg ik. Alleen dat woord al. Het woord platencontract, dat beheerste ons hele leven. Simon en ik waren de hele dag bezig met het zoeken naar een antwoord op de vraag, hoe komen wij aan een platencontract? Want gek genoeg waren wij altijd, ja, heilig overtuigd dat het Nick en Simon avontuur wel zou gaan slagen. Dat er ergens een publiek op ons zat te wachten. Alleen die koppige platenmensen, die moesten we zien te overtuigen. Dat was het enige obstakel op weg naar succes. Althans, zo dachten wij dan. En hoe gingen we dan te werk? Zoals al eerder gezegd, schreven we zelf nummers. En die namen we dan op een... Simon had op zijn slaapkamer een klein mengpaneel en een microfoon. En die namen we op een minidisc. Heeft iemand hier wel eens een minidisc gezien? Of was dat ook zo'n complot misschien? Dat ja, dat Leen in Volendam werd gebruikt. Sommige producten worden alleen in Volendam gebruikt. Ja. Goed. Dat minidisc. Dat was echt een super grappig proces. Wel 25 keer doorlopen. Hè? Er stonden dus eigen liedjes op. En die vouwde ik dan in de envelop. Op de envelop schreef ik het adres van een platenmaatschappij. Met elke platenmaatschappij in Nederland gedaan. Dat was echt super lachen. Liep ik dan mee naar de brievenbus.
Heel komisch. Denk dan, op de bus hoor je nooit meer iets van. Nee, maar ik hoor het je nou vertellen. Jij vouwde het mini-diskie in de envelop. Daar gaat iets niet helemaal goed. Nou, misschien was dat het. Ja, ik kan me toen nog één voorval zo goed herinneren. Zo helder voor de geest halen. We hadden een optreden in Volendam. Op de Dijk. In Café de Dijk ook. Hele creatieve naam. En die avond zou een meneer van de platenmaatschappij komen. We noemen zijn naam niet. Van Rijsbergen. Die bedoelt toch? Ja, maar ik zeg, we noemen zijn naam niet. En dan... Oh, ja. Ze vloept het er zo uit. Kan zijn microfoon even uit. Ja. Hij is op zich drummer. Die hoeft geen microfoon, lijkt mij. Maar goed, tot zover de privacywetgeving bij Nick en Simon BV dus. Daan van Rijsbergen, u wel bekend nu. Die was destijds, en dat is hij overigens nog steeds tot op de dag van vandaag, talent scout bij een platenmaatschappij. En hij had via via over ons gehoord. Dat er op de Dijk in Volendam elke week een duo optrad. Wat nog wel eens op het punt van doorbreken zou kunnen staan. En hij had besloten een kijkje te komen nemen bij een optreden van ons. En dat hadden wij weer via via vernomen. En meteen toen we dat hoorden werden we al zenuwachtig. Dus we hadden een keer extra gerepeteerd voor het optreden. Heel veel vrienden en familie uitgenodigd, zodat wel de zaal vol zat. En Daan die kwam 5 minuten voor aanvang binnen. Die wurmde zich een beetje door de mensen en ging een beetje ongeïnteresseerd achterin zo een beetje staan en tegen de muur leunen. En het optreden begon. En na nummer of 2 à 3 was ik natuurlijk heel benieuwd naar Daan's gezichtsuitdrukking. Dus ik stond een beetje op van mijn kruk. En keek over de hoofden van de mensen of ik Daan zijn gemoedstoestand een beetje kon peilen. Mijn naam was al weg. En in de pauze hoorden we van vrienden dat hij tegen omstanders had gezegd... Nou, dit vind ik dus echt helemaal niks. Ik sta hier mijn tijd te verdoen. Ik ga maar weer eens. Ja. En ongeveer een jaar later hadden we 100.000 exemplaren van ons debuutalbum verkocht. En toen kwamen wij Daan heel vaak tegen. En dan konden wij toch niet laten om hem daar heel subtiel even op te wijzen. Van, hé Daan, man, je hebt iets gemist. Vond hij weer niet zo leuk. Nee, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Sterker nog, hij is op een later punt in onze carrière nog heel belangrijk geweest ook. Want we hebben een tijdje terug los van elkaar ieder een duet opgenomen. Nick met Thomas Akda en ik met Paul de Munnik. En dat was in de tijd dat Daan van Rijsbergen de stuwende kracht was achter dat duo. Nou ja, beide liedjes waren een klein succesje. Dus we hebben toch elkaars successen uiteindelijk gedeeld. En dan vinden we ook, ja, dan moet je alles vergeven en vergeten. Zand erover. Ja. En het ene leukste nummer wat is voortgekomen uit die samenwerking... gaan we nu voor jullie spelen. Dat is een liedje van Simon en Paul de Munnik. En het heet Kijk me na. Dat jij nieuwe schoenen zocht, heb ik de mijne snel gekocht. Ze zitten beter dan die oude, lieve schat. Ik ben niet doof en ook niet blind. Ik zag al lang dat jij hem leuker vindt. Dus heb ik in het geheim jouw plannetje gejat. Toen jij me buiten wilde sluiten, had ik mijn koffer al gepakt. Je kent me net niet goed genoeg. Wilde vinden, zat ik al lachend op de fiets. Een nieuw leven tegemoet. Kijk me na. Waar ik ga, ik ging jouw toekomst achterna. Ik geloof niet dat ik nu nog terug kan keren. Kijk me na. Hoe ik in jouw toekomst sta. En hoe die van ons zomaar verdween. Ik had het nooit zo durven zeggen. Hard op denken op zijn meest. Misschien heb ik het fout gedaan. Maar
Maar ik ben erachter na wat weken. Deze fout voelt mij nu goed. Op deze schoenen zal ik gaan. In 2011 ging voor ons een lang gekoesterde wens in vervulling. Wij werden benaderd door de TROS, toen heette het nog TROS, met de vraag of wij een programma wilden maken over echt een droom, een wens van ons. Iets wat wij heel gaaf vonden. En dat leek ons natuurlijk een mooi voorstel. We zijn even wezen brainstormen en kwamen al vrij snel op het idee om dus op de Bonnefoy af te reizen naar Amerika en om daar ons muzikale geluk te gaan beproeven. Dus om bijvoorbeeld te proberen onze plaat op de radio gedraaid te krijgen daar. Of ergens in een tv-programma ons gezicht te laten zien. Of bijvoorbeeld bij een platenmaatschappij gewoon naar binnen te wandelen, iets te spelen en te vragen, nou, wat vinden jullie ervan? Dat leek de TROS ook een heel leuk en vooral spannend idee. En niet veel later daarna zijn we daadwerkelijk vertrokken naar de Verenigde Staten. Samen met de gelegenheidsmanager en goede vriend van ons, Kees Tol. Sterren van de show. Hij zegt, je zou het moeten zien. Hij noemt zich niet de hele tijd tegen wie het maar wil horen. Ik ben toch een beetje het cement van het programma. Ik zeg, ik ben de N van Nick en Simon. Dat zegt hij echt. Ja. En ergens is hij dat ook wel. We zijn naar Nashville gegaan. New Orleans. En hetgeen mij het meest is bijgebleven, dat gebeurde in Memphis. Of eigenlijk net buiten Memphis, in het plaatsje Tupelo. Tupelo ligt ongeveer op 2 uur afstand van de grote stad en het trekt jaarlijks 100.000 toeristen. En waarom? Het is de geboorteplaats van Elvis Presley. Zijn geboortehuis, of eigenlijk huisje, staat er nog steeds in originele staat. En er komen een hoop toeristen op af. Wij moesten daar natuurlijk ook even naartoe toen we in de buurt waren, echt als fans. En een iets minder bekende trekpleister in Tupelo is de Hardware Store. Dat is gewoon een eenvoudige gereedschapszaak en die trekt ook een hoop mensen jaarlijks. En waarom? Omdat die hardware store, binnen in die gereedschapszaak, kreeg Elvis ooit, decennia geleden, voor een paar dollar, voor het eerst zijn gitaar cadeau van zijn moeder. En dat is echt zo. En toen we binnen in die gereedschapszaak stonden, gebeurde er iets heel bijzonders. We raakten in gesprek met 2 mannetjes van in de 80. En Wat door mij tot op dat moment altijd werd beschouwd als iets ongrijpbaars, de mythe, de legende Elvis Presley, daarover stonden zij gewoon herinneringen op te halen. En anekdotes te vertellen. Ze hadden hem gekend. Sterker nog, een van hen had met Elvis in de klas gezeten op de basisschool. En hij wist te vertellen dat hij bijvoorbeeld tussen de lessen in vaak zijn gitaar erbij pakte en dan zong voor zijn medeleerlingen. En hij was toen op 12-jarige leeftijd al zo getalenteerd dat hij zijn klasgenoten tot tranen toe wist te roeren. En één nummer in het bijzonder was deze oude man bijgebleven. Alleen, hij was de titel ervan vergeten. En dan is het lastig zoeken op iTunes. Maar het was wel simpelweg de reden dat hij dat nummer al heel lang niet gehoord had. Hij kon het nergens vinden. En hij legde aan mij uit dat het over een klein jongetje ging die afscheid moest nemen van zijn hond, zijn trouwe metgezel. En ik, als echte Elvis freak, wist over welk nummer hij het had. En dat heb ik dus na iets van 70 jaar weer voor hem gespeeld. When I was a lad, old Shep was a pup. Over hills and meadows we strayed. Just a boy and his dog, we were both full of fun. We grew up together that way. I remember the time at the old
where I would have drowned beyond doubt. But old Chet was right there, to the rescue he came. He jumped in and helped pull me out. As the years fast did roll, old Chet, he grew old. His eyes were fast growing dim, and at one day the doctor looked at me and said, I can do no more for him, Jim. Old Chep, he had gone where the good doggies go. No more with old Chep will I roam. But if dogs have a heaven, there's one thing I know. Old Chep has a wonderful home. Ja, wat ik altijd zo mooi vind aan die reizen waar Nick net over vertelt, is het feit dat we daar niet worden herkend. Dat is af en toe wel zo rustgevend namelijk. Ja, in Nederland heb ik zo door de jaren heen het klinkt misschien gek, maar een soort van zesde zintuig weten te ontwikkelen die altijd scant of ik word herkend. En de sissende klank van de S van Simon speelt daarin een belangrijke rol. Precies, die letter, inderdaad. Ja, even een voorbeeldje. Stel je loopt over straat en een groepje mensen komt me tegemoet. Dan is een veelgeziene reactie deze. Ja. Maar een groot deel van de mensen wil dan niet laten blijken dat ze je zien. En dan komt dat moment van passeren. En dat proberen ze dan op een zo relaxed mogelijke manier te doen. En dan zijn we elkaar gepasseerd. Dan hoor je altijd nog. En dan denk ik, ja, dat was je bijna gelukt. Op een vol terras is het ook eigenlijk 99 van de 100 keer het geval. Nou lijkt het net of ik elke dag op een vol terras zit, maar dat bedoel ik ook niet. Ik zit op een terrasje, dan zoek ik bewust altijd een beetje een onopvallende plaats. Een beetje in het hoekje, zeg maar, van het terras. Maar dan is het gek genoeg vaak het verste tafeltje die je het eerste ziet. En dat weet ik ook weer door die klank. Dan hoor je, ja, gespot. Kan ook dat ze spaghetti bestelden. Of vers sinaasappelsap. Of een ijsje met slagroom. Maar het idee van de S. Een kruis op schroevendraaier. Ik zit nog op dat terras, ik weet niet waar jij bent. Kijk, Simon heeft wel een punt. Het is zo, over het algemeen, het grootste gedeelte van de interactie met fans is hartstikke leuk. Ja, ook nu weer. Mensen kijken altijd verbaasd als ik dat zeg, maar ik meen het echt. Mensen vragen ook wel eens echt op het moment, hè, als ze dan met ons op de foto gaan, staan ze tussen ons in en vragen ze, worden jullie daar niet gek van dat jullie steeds worden lastiggevallen? En dan denk je, ja, eigenlijk ben je dat nu wel zelf aan het doen. Wat ook wel grappig is, als je ergens buiten de deur zit te eten, dan zie je soms zo'n schaduw over je bord ineens verschijnen. En dan hangt er zo iemand over je heen. Zo. En die zegt dan heel discreet, ik wilde je eigenlijk niet storen tijdens het eten. En dan denk ik, dat is niet gelukt. Maar toch, afgezien van dat soort dingetjes, het grootste gedeelte is hartstikke leuk. Kijk, mensen volgen ons al jarenlang, draaien al jarenlang onze muziek. Kijken al jaren naar onze tv-programma's. En die komen ons dan een keer in levende lijf tegen op straat. En dat vinden ze bijzonder. Ik snap nog steeds niet waarom. Maar
kennelijk vinden ze dat. En laten we wel wezen hoeveel tijd en moeite kost het nou om een handtekening te zetten. Of even met iemand op de foto te gaan. Dat is een paar seconden. En dan lees je ook nog eens soms naderhand op Twitter of Facebook dat je iemand zijn hele dag goed hebt gemaakt. Met zo'n kleine moeite. Dat is echt serieus. Dat is een hele dankbare taak. Maar... ja, hoe zal ik dat uitleggen? Ik moet even onder ons blijven, maar het is gewoon zo. Er is gewoon zo'n klein groepje fans die het voor de hele grote groep een beetje verstoort. Ja. Ja, vergelijk het met hooligans. Ja. Hooligans. Ja. Ja. Ik had een keer een ervaring met een hooligan. Ik kom thuis van een schrijfsessie en met een nieuw liedje. En ik speelde het nummer aan de keukentafel. Voor mijn vriendin Kirsten. En die vond het een mooi nummer. En nadat ik het nummer had gespeeld, was het tijd om te gaan eten. En tijdens het eten waren wij de vakantie aan het doorspreken. We zouden een paar dagen later vertrekken naar Ibiza. Daar hadden we het over, tijdens het eten. En na het eten constateerde ik dat de vuilnisbak vol zit. En het was, je moet even... Voor de sfeerbeeld. Het was midden in de zomer, dus we hadden alle ramen en deuren de hele tijd openstaan. En ik loop dus met een volle vuilniszak, loop ik naar buiten. En één stap over de drempel... sta ik tegen een hooligan aan. Hey Nick, was dat een nieuw nummer die je daarnet speelde? Ik dacht, zo, mevrouw die staat hier al een tijdje mee te genieten. Ja, ik was best wel verbaasd, dus ik loop om haar heen en zet die zak neer. En toen vroeg ze, mag ik misschien met je op de foto? En dat is echt zo, hè? Bij het woord foto, een soort Pavlov effect, ga ik meteen in de selfie-modus. Dus ik maak een selfie met haar. En ik geef haar telefoon weer terug. En ik begroet haar, ik loop naar binnen en ze spreekt de legendarische woorden. Oh, en ik hoorde je net vertellen dat je over een paar dagen naar Ibiza gaat. Fijne vakantie! Ja, dat is toch allemaal wel herkenbaar. Ik ging ook naar Ibiza. Nee, die andere anekdote van jou is veel treffender, dat je in de Efteling was. Nick naar de Efteling met zijn dochter en rond lunchtijd kregen ze honger, dus ze besloten om in een restaurantje op het park iets te gaan eten. Dus ze zitten, eten besteld, eten werd geserveerd. En op dat moment stapte een mevrouw van middelbare leeftijd, jaren 45, op hen af. En die... oh. Ik was er zelf niet bij, hè. Dus, ze was 55, hoor ik net. En op een metertje of twee afstand begint ze aan een fotosessie. En na een fotootje of 15 zei ik... ja, mevrouw, sorry, ik vind dit toch vrij brutaal. Ik bedoel, u vraagt niet of u een foto mag nemen. Ik zit hier privé met mijn dochtertje. Nogal ongemakkelijk dit. En bovendien, ik zit te eten. Weet u wat, als u nou gewoon die foto's even wist... eet ik mijn eten op... en dan wil ik daarna best even met u op de foto. Waarop ze zegt, nou, ik wil echt niet met jou op de foto. Maar we zijn hier nu in het mooie Carré en een beetje rondgekeken. En moeten toch wel tot de conclusie komen dat hier vanavond geen hooligans aanwezig zijn. Ja, behalve daar op rij 5. Ja, ik zag ze wel zitten, maar... Maar, ja. Oh, dames en heren, dit is Ed. Ed kan twee krukken tegelijk tillen, let op. Ed staat in mijn telefoon als en dergelijke. En... waar was ik? Ja, bij jullie. Ja, oh, wat zijn jullie leuk, lieve mensen. Amsterdam is leuk. Echt, het is... Het is de 50ste van de 50. Het is de afsluiting van onze tour. En nu ik hier zo sta... had ik eigenlijk met terugwerkende kracht... ze alle 50 met Amsterdam publiek willen vullen... Ik hoor jullie denken, dat zegt hij vast overal.
En dat klopt. Ik zei overal dat ik Amsterdam publiek wilde. Ik dwaal een beetje af nu. Nee, wij hebben besloten om een op maat gemaakt bedanklied te maken voor Amsterdam. En nou, ja, dat is heel lief, maar je weet nog niet wat er komt. Ik krijg nog steeds boze mailtjes uit Doetinchem namelijk. Nou ja, dat liedje bestaat logischerwijs nog niet. Dus op dit moment kunnen we jullie eigenlijk alleen maar bedanken met bestaand repertoire. Maandagochtend, begin van de week. Wat een zondagavond, nog pijlen verleek. Breekt zo nu en dan plotseling aan. Kan niet stil blijven staan. Het gaat als een trein. Wat vandaag was, kan ook gisteren zijn. Na de dagen niet meer uit elkaar. Oh, was dat maar. Want we zijn te verwend in de mooie momenten. Ze rijgen zich één voor één aan elkaar vast. We doen nooit eens rustig, zijn ons niet bewust. We dragen de lusten en nooit is het blaas. Dat het tijd was voor een makkelijk liedje. Er wordt wel eens gevraagd of we nooit commentaar hebben op elkaars liedjes. Zo'n liedje met 3 akkoorden, maximaal 4. Ja, we hebben wel eens commentaar. Lichte kritiek. En textueel moest het ook makkelijk meezingbaar zijn. Bij het album Sterker was het nog het geval. Dus met al die dingen in mijn achterhoofd schreef ik een nieuw nummer. Nick schreef een nieuw nummer. Julia. Julia. En daarmee sloeg ik dus de spijker op zijn kop. En sloeg de plank volledig mis. Oh, Julia, je hoort bij mij. Oh, Julia, je hoort bij mij. Oh, Julia, loop niet voorbij. Oh, Julia, loop niet voorbij. Briljant. Briljant. Oh, Julia, je hoort bij mij. Oh, Julia, loop niet voorbij. Alles is mijn schuld, is mijn fout. Maar heb wat geduld en weet dat ik van je houd. Dat je niets meer voelt voor mij. Dat alle deuren nu voorgoed gesloten zijn. Maar aan de toon waarop je spreekt, hoor ik dat jij nog om me geeft. En koester ik de stille hoop dat jij me ooit vergeet. Ik weet dat ik wat fouten heb begaan. En die maak ik niet zomaar ongedaan. Mezelf kwijtgeraakt, als uit een nachtmerrie ontwaakt, dan schouw ik nu wat ik in al die tijd heb stuk gemaakt. Oh, Julia, je hoort bij mij. Oh, Julia, loop niet voorbij. Alles is mijn schuld, is mijn fout. Maar heb wat geduld en weet dat ik van je houd. Oh, Julia, je hoort bij mij. Ik van je houd. Oh, Julia, je hoort aan mij.
rappers in de war. De wereld weet het nou, van Venus komt de vrouw en de maden die komen van Mars. Ik zal ze nooit precies begrijpen, ik heb er wel eens tussenuit. Maar heb al wel geleerd dat hoe je het bent of keer zonder vrouw. Dankjewel. Wat lekker zeg. Leuk dat jullie er ook allemaal nog zijn. Altijd lekker. Zoals jullie misschien hebben opgemerkt, waren de laatste twee liedjes die we net hebben gespeeld ook de laatste twee singles van het vorige jaar. Met andere woorden, we zijn alweer zo'n beetje bij het heden aanbeland. Ik hoop dat jullie een hele leuke avond hebben beleefd. En wellicht tot de volgende keer. Ging misschien een beetje geintje natuurlijk. Nee, we waren net bezig met het ophalen van herinneringen. En dit is misschien wel een mooi moment. Simon? Om even met deze lieve mensen hier in Carena te delen. Wat nou jouw mooiste herinnering is aan de afgelopen 9 jaar. Ja. Wat me dan nou te binnen schiet is dat zweefdoelpunt van Van Persie op vorige WK. Ik werd gek op dat moment. Oké. Okay. Ik had eigenlijk gehoopt op een Nick en Simon gerelateerde herinnering, maar... Oh. Van Persie? Ja, nou ja. Ja. Nee, heel gaaf was dat zeker. Kijk, als je het aan mij zou vragen, en het wordt overigens wel eens gevraagd bij interviews, vraagt de journalist wel eens, wat beschouw jij nou als het hoogtepunt uit jullie carrière, dan zijn er altijd een paar dingen die in me opkomen. Redelijk recent nog de Ahoy-concerten die we hebben gedaan in december. De kerstconcerten, waren daar mensen bij toevallig? Zo, oké. Okay. Toch wel 10 man. Ja. Vonden jullie het leuk? Dat neem ik als een ja. We gaan het nu trouwens weer doen, hè, in december. Doe ermee wat je wil met die info. Iets wat... Maar ook altijd te binnen schiet als het gaat over hoogtepunten. The Voice of Holland. Dat is echt een mijlpaal geweest in onze carrière. En dat was zo mooi om mee te maken. Want wij behoren dus wereldwijd tot de eerste coaches. En we hebben dat programma zien uitgroeien van een A4'tje tot nu. Een format wat in meer dan 100 landen wordt uitgezonden. Dat is heel bijzonder als je dat mag meemaken. Maar toch, uiteindelijk, echt over highlights gesproken, waar ik toch uiteindelijk altijd op uitkom,
is Sinfonica Rosso. Ja, dat was zo gaaf. Ja. Dat is echt, ja, Marco die gaat het nu weer 28 keer doen, geloof ik. Uitslover. En, maar je moet je voorstellen, je wordt gebeld. We waren ja, wel een paar jaar al lekker bezig en toen kwam er een telefoontje. Willen jullie dit jaar Sinfonica Rosso voor jullie rekening nemen? Nou, daar hoefden wij natuurlijk geen seconde over na te denken. Dat was meteen, ja, dat gaan we doen. Maar meteen na het ophangen van datzelfde telefoontje rust er al best wel een last, een druk op onze schouders. Want ja, het is niet niks, Sinfonica. Ik bedoel, muzikale grootheden zijn je al voorgegaan. En Paul de Leeuw. En wij zijn meteen begonnen met de voorbereidingen ervan. Dus het was iets van 10, 11 maanden van tevoren. En toen begonnen we al met nadenken over hoe willen we dat immense podium eruit gaat zien. En hoe willen we dan dat onze liedjes gaan klinken in die klassieke arrangementen. En we hebben heel veel creatieve meetings, bijeenkomsten erover gehouden. Heel veel gerepeteerd ervoor. En er was al een hoop over geschreven in de media toen het eindelijk zover was. De eerste avond, Sinfonica Rosso. En dat moment zal ik nooit vergeten. Dat we achter die torenhoge rode gordijnen stonden. Niemand kon ons nog zien. En we hoorden uit de zaal het geroezemoes komen van 35.000 mensen die echt wel hoge verwachtingen van ons hadden. En ik kan me herinneren dat ik letterlijk mijn hart in mijn keel voelde kloppen toen wij a cappella het openingsnummer inzetten. Kijk omhoog naar de zon. Zoek niet naar een antwoord. Laat het los. Hou je vast aan mij. Weer uit het dal, kijk naar de tijd die komen zal. Hoe vul jij die in? Je weet het evenmin. Je krijgt niet alles naar je zin. En je hoofd vol zorgen houdt je lichaam in zijn macht. Maar komt altijd een morgen, ook na de langste nacht. Ja, als ik er dan nu over nadenk, had ik misschien ook wel Sinfonica Rosso als hoogtepunt moeten noemen. Ik probeer wel eens aan vrienden of kennissen uit te leggen wat dat gevoel is van het doen van een stadionconcert. En elke keer als ik het weer probeer, besef ik, ja jongen, stop daar maar mee, want het valt niet uit te leggen. Dat gevoel is letterlijk onbeschrijfelijk. En als ik dan een stapje verder ga nog met daarover nadenken. Wereldwijd is het eigenlijk slechts enkele gegeven om dat te doen. Om een stadionconcert te mogen spelen. Dus dat is meteen het rare. Aan de ene kant is het kicken, aan de andere kant kun je het met niemand dat gevoel delen. Ja. Met jou dan, maar goed, wij zijn uitgeluld natuurlijk. Dus. Wie van jullie is eigenlijk naar Sinfonica geweest? Wauw. Naar onze editie? Dan zag je toch weer dat vingers ook weggaan. Ja, als ik aan onze reeks denk, dan is er altijd een bepaald moment wat bij me te binnen schiet.
Kijk, normaal gesproken, je speelt die show met je eigen band, maar ook nog aangevuld met een fantastisch orkest, Guido's Orchestra. Dus er zijn momenten, eigenlijk het grootste deel van de show, speel je je liedjes met 60 man tegelijk. En dan ook nog eens voor dat, die massa. Maar gek genoeg is het hoogtepunt waar ik altijd aan denk, het moment dat die 60 mensen van dat podium af waren. En dat ik een bepaald moment deelde met Marcel, met z'n tweeën. En dat was... Okay. Ja. Ik wil het even uitleggen wat ik doe. Ik ga wel even weg. Ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld. Ik word zo moe van die gasten. Ja, ik wil het echt even uitleggen wat ik bedoel. Wij, nou, anders kom je even naar voren. Dames en heren, Marcel Visser. En dan moet ik eigenlijk bij het begin beginnen. Jaren geleden schreef ik een liedje. En dat liedje wilde ik als idee, als demo opnemen. En ik vroeg aan Marcel of dat bij Marcel thuis mocht. Want ik wist, hij heeft een eigen studiootje thuis. Nou, dat was geen probleem. Maar wat er normaal gesproken gebeurt met een demo, is dat je daar de studio mee induikt. Je bandleden spelen hun partijen in. De producer arrangeert de boel volgens zijn visie. En zelf zing je het waarschijnlijk ook nog een x-aantal keren in om op die manier hopelijk de mooiste zangtake te vangen. Met andere woorden, zo'n demo doorloopt normaal gesproken heel wat stappen voor het eindlied op de plaat verschijnt en bij het grote publiek terechtkomt. Maar het bijzondere aan dit liedje was dat liedje die stappen niet heeft doorlopen. Wat wij bij Marcel hebben opgenomen is ook op plaat verschenen en is dus bij dat publiek terechtgekomen. Dat gegeven alleen al is vrij uniek, dat gebeurt zelden. Daarom heb ik een bijzondere band met dat liedje. Maar als ik het dan koppel aan Sinfonica en Rosso, dan moet ik toch een klein geheimpje verklappen. Ergens in de show leek het alsof ik helemaal alleen, midden in het stadion, dat desbetreffende liedje zong. Met één spotje op me en zelfs zonder muziek. A cappella, zoals dat heet. Maar dat is niet helemaal waar. Want in mijn oortje hoorde ik stiekem zijn prachtige gitaarspel. En dat klonk zo. Het voelt als hagel op een warme zomerdag. Het is een huilbui terwijl ieder ander lacht. Het plezier is mij ontnomen en er is nooit een ontkomen aan. Oh, ik waan mij in de waan van alle dag. Maar hij blijft me achtervolgen deze dag. In gedachten blijf ik dromen, maar er is nooit een ontkomen aan. Eén keer per jaar voel ik me minder. Iedereen vrolijk en iedereen lacht. Eén keer per jaar, dan voel ik mijn tranen. En dan is het vaderdag. Dan is het vaderdag. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn, want jouw liefde
Dankjewel. Leon, ga lekker zitten. Ja, je hebt betaald voor die stoel, dus lekker doen. Mandy was het, hè? Ik heb dus de hele pauze zitten denken, dan zie je dus een vallende ster en je doet geen wens. Ongelooflijk. Ja. Ben je dan een de lotto of zo? Of... Avondje Nick. Of heb je een vriend? Avondje met Nick. Ja, ik snap het. Ik kan er best wel boos om worden gewoon. Nee, onzin. En focus. Ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was ongeveer. In die richting. Dat ik voor het eerst een bepaald liedje van Marco Borsato op de radio hoorde. En dat liedje kwam heel erg binnen. En ik... Dat had ik kunnen weten. Ik hoorde dus een liedje van Marco Borsato op de radio. En dat liedje had een enorme impact op mij. Of heeft hij ook een liedje wat impact heet? Weet je niet met die man? Dat kwam door de tekst. Dat liedje... Dat liedje leek echt voor mij te zijn gemaakt. En ik zat in die tijd in een hele nare periode in mijn leven. En dat liedje was er voor mij. Dat liedje zei tegen mij dat ik moest kijken naar alle mooie dingen. En dat er meer was. En ik vond dat zoiets magisch dat iemand kennelijk een liedje kan maken... waar een totaal onbekend iemand aan de andere kant van het liedje wat aan heeft. Een steun aan heeft. En tot op de dag van vandaag draag ik de boodschap van dat liedje bij me als levensmotto. En vind ik het nog altijd een van de mooiste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. En terwijl ik dit vertel, vind ik het vrij irritant dat Nick er doorheen pingelt steeds. Maar ik snap dat wel, want hij gaat een poging wagen om mij te begeleiden bij dat liedje. Op de piano, zoals jullie wellicht wel hadden gemerkt. Maar hij speelt over het algemeen natuurlijk gitaar, dus hij is een beetje nerveus. En dat is nergens voor nodig, want het ging al de hele tour hartstikke goed. Dus... Het zou wat zijn dat het dan tijdens de DVD-opnames fout gaat. Dat zou echt... Toi, 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 hè? Als er nooit meer een morgen zou zijn en de zon weer in slaap met de maan, heb je enig idee wat het met je zou doen als je nog maar een dag zou bestaan? Zou je hart zich weer vullen met vuur van de eeuwige schaamte bevrijd? Keek je niet meer benauwd naar de klok aan de muur? Kwam je los uit de greep van de tijd? Zouden zorgen niet langer je leven bepalen?
En had je voor angst geen ontzag? Was je held of heldin van je eigen verhalen? Al was het dan maar voor één dag. Zou de toekomst niet langer je denken beheersen? Leefde je voor het moment? Met een luisterend oor voor het kind in jezelf zou je eindelijk weer zijn wie je bent. We verbannen de dromen naar morgen en later, maar doet het hier stiekem geen pijn? Dat je dan pas zou doen wat je altijd al wou, was er nooit meer een morgen zou zijn. Hallo. Hi, Simon. Hi. Hoi. Hoe heet jij? Medine. Medine. Ja. Wat een ontzettend mooie naam. Ja. Wat een gedoe, hè, met Griekenland. Nee? Wat heb je bij, hè? Bloemen? Voor, allebei voor mij? Ook voor één voor Simon, één voor Nick. Oh, oké. Okay. Nou, Medine of Medina? Medine. Medine. Hartstikke bedankt. Ja, dat is dan het hardste applaus van de hele avond. Voor jou, hè? Een jaartje geleden kwam onze best-of uit, genaamd Herinneringen. En aan die titel is ook deze hele tour gekoppeld geweest. Mochten jullie dat nog niet helemaal hebben meegekregen bij deze. En dat album gaan we overigens straks in de foyer signeren. Het leuke aan dat album was, zo vonden wij, dat we dat eigenlijk uit handen hebben gegeven. Want ja, je brengt een verzamelaar uit en wie beslist nou eigenlijk wat je leukste liedjes zijn? Dat is het publiek. Dus mensen konden naar onze site en daar hun 5 favoriete Nick en Simon liedjes invullen. En uit al die verzamelde gegevens is een top 20 gerold en dat is de best of geworden. Aangevuld met nog wat nieuwe liedjes, maar de verzamelaar is zo ontstaan. Kent iemand het verhaal? Heeft iemand het ook gedaan toevallig? Ja, dus. Hi. U noemt de plaatsnamen in plaats van de liedjes. Raar publiek vanavond. Mandy? Jij wilt het echt heel graag zeggen, hè? Ja. Nou, vooruit dan maar. Hi, hoe heet jij? Marit, hi. Ik ben heel benieuwd of jij nog weet welke 5 liedjes je hebt ingevuld, want het is alweer een klein jaartje terug. Pak maar mijn hand. Alles overwinnen. Geluksmoment. You. Mag ik met je mee? En onvrijwillig vrij. Of. Mooi lijstje. Ja. Ik vind het altijd leuk, een beetje meningen peilen.
Maar ja, wie denkt nou dat iemand plaatsnamen gaat doen? Zoals ik al zei, uit al die verzamelde gegevens rolt dan een top 20. Dus is er ook een liedje waar het meeste voor is gekozen. En hij kwam in jouw lijstje ook voor, Marit. Dus Marit was het, hè? Ik ben supergoed met namen. Dan is deze speciaal voor jou. Dit is Pak maar mijn hand. De huizen om je heen, ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen. En zitten er geen vleugels aan een vogel, vliegt die toch nooit ergens heen. Waarom krijg je nog zoveel kansen, gaat er altijd eentje mis. En doordat je mijn gezang kunt horen, weet je ook wat stilte is. Want het is, kan niet zonder het al. Stel niet te veel. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg wijzen. Het is geen probleem. Als je keer op keer jezelf wil bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. Als je weer een wedstrijd hebt. Zo fijn, weet omdat je extra goed moet zaaien, wil de oogst wat beter zijn. Maar je weet de hulp zo overbodig, maar je weet het zelfs zo goed. Toch heb je je naaste mensen nodig, die vertellen hoe het moet. Want het is, kan niet zonder het ander. Dus pak maar mijn hand, stel niet. Lieve mensen hier in Carré, dank jullie wel dat jullie vanavond een mooie herinnering met ons wilden maken in het prachtige theater. Dank jullie wel dat jullie zo massaal hier naartoe zijn gekomen. En we weten, het is echt een luxe. Bij onze hele tour was het ook zo. We hebben gezorgd voor een uitverkochte zaal. En dat we dankzij jullie nog steeds elke dag van ons hobby ons werk mogen maken. Laat deze dans niet de laatste zijn. Adem, ik adem de leegte in. Leegte, oh ik zit er midden in. Hopen op, ik hoop op een ommekeer. Dat het licht op jou zal schijnen. Voelen, ik voel me zo machteloos. Dromen, dat jouw lot een ander koos. Weten dat, tegen beter weten in. De hoop me zal verblijden als ik dans.
Laat me dansen op het ritme van hoop. Want als we dansen, wordt het leeg in mijn hoofd. Ik zie de hemel nu zo zwart als de hel. Wat zou je denken als ik jou dat vertel? Ja, we hadden jullie nog iets beloofd. En daar heb ik me niet aan gehouden. Ja, ik zat natuurlijk de hele tijd met Mandy de wensen in mijn hoofd. Maar het handige aan het duo in ons geval is dat Nick zich er wel aan heeft gehouden. Dus. Ik hoop dat wat Guus Meeuwis voor Brabant betekent dat wij dat nu voor Amsterdam zijn hier. Amsterdam, wat ben je toch charmant. De parel aan de Amstel, de hoofdstad van ons land. Ik voelde mij hier thuis, meteen toen ik hier kwam. Nog geen half uur verwijderd van ons mooie Volendam. Bedankt, Amsterdam, bedankt. Bedankt dat je er was vanavond. We zien elkaar wellicht. Duizendmaal bedankt, Amsterdam bedankt. Voor het maken van de avond, voor de lach op mijn gezicht. We zien elkaar wellicht. Je wonderschone grachten, de Pijp en de Jordaan. Van alle wereldsteden sta je met afstand bovenaan. Met je Kalverstraat, Rembrandtplein of Nieuwe Dijk. In Mokum ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Bedankt, Amsterdam bedankt. Bedankt dat je er was vanavond. We zien elkaar wellicht. Duizendmaal bedankt, Amsterdam bedankt. Voor het maken van de avond. Voor de lach op mijn gezicht. We zien elkaar wellicht.